Donderdagmiddag 17 maart waren medewerkers van Thuiszorg TSN en hun cliënten bijeen in de Radstaken bij Varsseveld. Ze zijn meer dan boos over de wijze waarop gemeenten, waaronder Winterswijk, met hun belangen zijn omgesprongen. En wij maakten de volgende reportage. Want jij bent op dit moment nog steeds niet zeker of jij je baan behoudt? Nee. Ze zeggen wel van nou, je kan solliciteren bij een bedrijf wat ze overneemt, maar dat zegt niks over mijn arbeidsvoorwaarden. En daar kunnen ze zich ook hard voor maken. En dat doen ze niet. En wat betekent dat voor jouw cliënten? Dat ze over 6 weken iemand anders krijgen. Nou, schrijf je in. En een groot applaus voor Saskia en haar collega's. Terwijl Saskia zich inschrijft, zijn er nog meer dames die staken hier vandaag? Ja, dat hoor ik zeggen. Er zijn zowel zorgmedewerkers, TSN-medewerkers als cliënten zijn hier naartoe gekomen. En ze hebben dat gedaan omdat het natuurlijk ontzettend, ja, het gaat hun echt aan het hart. Voor die thuiszorgmedewerkers heel veel onzekerheid, heel veel angst dat zij hun baan verliezen. Of ze hetzelfde werk nog wel mogen blijven doen voor dezelfde arbeidsvoorwaarden. Of dat ze misschien gewoon een derde van hun salaris moeten inleveren. En voor de cliënten, ja, die laten ook hier heel duidelijk horen hoe belangrijk die thuiszorger voor hun is vandaag. Dus ik ben heel erg blij dat zij hier allebei naartoe zijn gekomen. Er zijn vandaag ook stakingen in Den Helder. Er zijn ook acties bijvoorbeeld in Groningen en Apeldoorn. En vanaf dinsdag zullen er ook bijvoorbeeld in Texel, in Groningen en Apeldoorn ook thuiszorgmedewerkers, net zoals hier, echt het werk neerleggen. Omdat het echt heel erg nodig is dat er een goede oplossing komt voor deze mensen. In Winterswijk, daar zijn cliënten al bij een andere thuiszorginstantie ondergebracht. Ja, het is heel schandalig. Wij stonden hier op het podium. Tijdens het programma krijgen die medewerkers de mededeling dat zij maandag niet meer hoeven te komen werken. En dat er iemand anders hun werk overneemt bij die cliënt. Dus die cliënt heeft dat niet van tevoren gehoord. Ze hebben geen afscheid kunnen nemen. En je moet je voorstellen, hè, dat gaat hier. Ik heb net hier een dame gesproken van 88 jaar oud. Die al 7 jaar dezelfde thuiszorgmedewerker heeft. En die nu dus in onzekerheid zit wie er maandag komt. Ja, dat is echt schandalig. En dat heeft een hele grote invloed op mensen. Vanavond ook naar Winterswijk? Dat klopt. Vanavond gaan we inspreken in Winterswijk. Dan is er raadsvergadering, commissievergadering. En daar zijn we uiteraard ook aanwezig om, ja, om de raad, de commissie, de gemeente te blijven bewegen om voor een goede oplossing te kiezen. Want we houden natuurlijk niet op totdat die oplossing er is. Want we kunnen niet accepteren dat cliënten en zorgmedewerkers de dupe worden van deze situatie. Zelf. U heeft de hulp al 9 jaar, zegt u? Ja, zeker. Zo ongeveer 9 jaar. Ja. En ik kan die persoon niet missen. Dat is en wat wij nu hebben, dat is een persoon die haar werk goed doet. En daar zelfstandig gaat werken. En ik kan me niet voorstellen dat ik een stageloper dat werk kan doen wat zij nu doet. Wat zegt het voor uw vrouw? Mijn vrouw die is op een gegeven moment, ik denk dat mijn vrouw zegt van, nou ja, ik ben tevreden met dat wat ze heeft. En daar is ook een vertrouwen tussen de werkgever en de werknemer. Daar is een vertrouwenskwestie tussen. Want emotioneel kan je daar ook een kwestie van naar voren brengen. Want mijn vrouw kan beter met iemand ouderen. Als met een jonge Griet die daar komt en die misschien deze persoon die we hebben, hebben veel meer ervaring dan een stage lopen. Het is ook vertrouwd. Ja, ik heb een goed vertrouwen in die persoon. En ik ben blij dat ik ze nog heb. En ik zie er zwart in als ik ze weg moet doen. Saskia, je was de eerste die het stakingsformulier tekende. Ja, dat klopt. Ja. Heeft deze actie nog zin? Actie voeren heeft altijd zin. Als we geen actie hadden gevoerd, dan was ik 4 jaar geleden al werkeloos. Dus actie voeren loont altijd. Hoe lang ben jij al in de zorg? Meer dan 20 jaar. En met hoeveel cliënten? 6 op dit moment, ja. Wilden ze graag bij jou blijven? Ja, dan stond ik hier niet. Ja, had ik ze niet meegenomen vandaag. Ja. Waren ze bereid om mee te komen? Oh, absoluut. Ja, dat was geen twijfel mogelijk. Ouderen zijn bang
Omdat als ze nu weerwoord geven, dat hun indicatie wordt ingetrokken. De gemeente heeft echt een machtspositie in deze. En dat blijkt ook alweer wat we net vanmiddag, of zo net ook binnen hoorden. Ouderen zijn bang voor de indicatie. Niet om met ons mee te gaan. Wat gaat het voor jou betekenen als deze actie geen gevolg heeft? Dan sta ik over 6 weken op straat. Na 20 jaar? Ruim, ja. Wat doet dat met je? Te veel. Ja. Daar kan ik niet te veel over zeggen. Nee. De TSN-kwestie had een vervolg in de raadscommissie Samenleving van Winterswijk. Een van de insprekers die de raadsleden op andere gedachten probeert te brengen was Saskia Heijnen. Daarna ziet u een reactie van wethouder Saris. Wij begrijpen niets van de keuze van de wethouder. We hadden regelmatig goed contact met haar en leken hetzelfde te willen voor de zorg. Maar nu steekt ze ons het mes in de rug door cliënten bij ons weg te halen en die bij een andere aanbieder onder te brengen. Sterker nog, vanmiddag hoorden wij dat bij een collega in Winterswijk al een cliënt is weggehaald. Dit zonder dat de cliënt afscheid kon nemen van haar medewerker, omdat de cliënt bij de zorgboerderij was. Onze collega moest dit horen via de dochter van de cliënt, dat ze volgende week niet meer hoefde terug te komen. En het is nog niet eens 25 april. Het is gewoon schandalig. Wij horen dan ook graag van de wethouder hoe het mogelijk is dat er achter onze rug om nu al cliënten worden weggehaald. Wie gaat mijn terminale cliënt uitleggen dat ik de volgende maand niet meer ben? Wie gaat mijn dementerende cliënt uitleggen dat de volgende maand een andere komt? Waar is hier de menselijke maat? Waar is hier de wil om het goed te doen? Het is niet verboden om meer te doen dan de wet zegt. En als dit slechte beleid doorgaat, ben ik benieuwd of u straks nog zegt. Wat een pijn en een verdriet. Maar gelukkig hebben we ons aan de wet gehouden. Het is jammer dat ze zich misbruiken door het FNV. Schandalig zelfs. En de manier waarop ze omgaan met het begrip democratie, zal ik me helemaal niet over hebben. Ik vind dat de wethouder het college, uitstekend heeft verwoord op deze manier. En wij staan 100% achter de wethouder. Waarom houdt de gemeente Winterswijk zich halsstarrig vast aan deze zorgaanbieders? Nou, wij houden ons niet halsstarrig vast. Wij hebben met alle zorgaanbieders die in Winterswijk actief zijn op huishoudelijke ondersteuning, waaronder ook TSN tot gisteren het faillissement uitgesproken is, hebben wij een raamovereenkomst gesloten vorig jaar. En in die raamovereenkomst hebben wij afgesproken dat aanbieders, wanneer zij binnen hun bestaande capaciteit geen klanten kunnen overnemen, dat dan andere aanbieders toegelaten kunnen worden. Nou, we hebben al vanaf januari, omdat er al dit aan zat te komen van TSN, gesproken met de aanbieders. En die hebben aangegeven dat zij de bestaande klanten, namelijk 256 klanten voor Winterswijk, over konden nemen. En op het moment dat zij dat konden, kun je geen nieuwe aanbieder aannemen. Andere gemeentes, die doen het wel. Ja, maar er zijn verschillende contracten. Wij hebben dezelfde overeenkomst als in Aalten en in Oosgelre. En andere gemeentes hebben andere overeenkomsten, maar ook andere keuzes gemaakt. En dat is gewoon voor gemeenten verschillend. Begrijpt u de zorg van de werknemers? Ik begrijp zeker de zorg van de werknemers. Maar de zorg die ik heb is dat ook onze inwoners de huishoudelijke ondersteuning krijgen. En die krijgen onze inwoners gewoon. Wat je vaak veel hoort is dat ze willen bij de cliënten blijven. Ze moeten in koppels blijven werken. Dat is wat nu door de FNV wordt aangegeven. En zij geven ook aan dat wij dat verplicht zijn. Die verplichting hebben wij niet. Wat wij wel belangrijk... Staatssecretaris Van Rijn heeft toch zo'n voorstel gedaan eind vorig jaar? Staatssecretaris Van Rijn heeft ons geadviseerd om met buurtzorg in zee te gaan. Maar hij heeft zich niet gerealiseerd dat gemeenten ook andere overeenkomsten hebben met andere aanbieders. Ga nog met Van Rijn praten. Ja, doen wij regelmatig. Maar ik vond het in die zin wel vrij makkelijk vanuit de staatssecretaris om dat voorstel maar door bij de gemeente neer te leggen om dat te doen. Daarnaast werd er voor Winterswijk een transitievergoeding gevraagd van 67.000 euro
voor deze overname van koppeltjes. En voor 67.000 euro kun je ook 3.000 euro huishoudelijke hulp verstrekken. En dat naast het feit dat er binnen onze bestaande overeenkomsten die wij met andere aanbieders hebben niet kunnen, maakt dat wij gewoon een andere afweging hebben gemaakt. En ik denk dat de staatssecretaris zich dat niet heeft gerealiseerd. Nu was er vandaag ook veel commotie, want er kwam een bericht binnen vanuit Winterswijk dat daar was zo, als het blauwe hinein, waren daar zorgaanbieders, waren aangeboden aan cliënten. Wat kunt u daarover zeggen? We hebben vorige week onze klanten geïnformeerd dat er een faillissement van TSN zat aan te komen. Klanten hebben allemaal een persoonlijke brief gehad waarin is uitgelegd dat TSN op het punt staat failliet te gaan. En dat bestaande zorgaanbieders die huishoudelijke ondersteuning van hen zouden overnemen. En daar hadden de klanten een keuze voor kunnen maken. Misverstand dus. Nou, ik weet niet of het een misverstand is. Ik merk gewoon dat er onjuistheden en onfeitelijkheden worden verspreid, ook via de social media. En vanavond werd in de commissie bijvoorbeeld verteld dat er per direct hulpen of dat mensen geen hulp meer krijgen volgende week. Dat is allemaal niet waar. De curatoren van TSN hebben aangegeven dat zij tot 25 april de zorg verlenen. En daar gaan wij vanuit.